Hoi en welkom bij Dynamite Magic Shop Product Update nummer 15. Deze keer in de korte mouwen. Buiten is het lekker weer, lekker warm. Het wordt vandaag hier 23, 24 graden. Dus dat gaat heel de goede kant op. En deze keer hebben wij in onze special ook wat items voor de kindergoochelaar. Om te beginnen hebben wij deze hoed. Ik zal hem niet opzetten, alhoewel. Nee, laten we dat niet doen. Deze hoed had David Jin enkele jaren tijdens zijn lezing ook bij zich. Hij heeft er toen enorm veel verkocht. We hebben toen dat artikel ook op voorraad genomen. Ook veel verkocht en het was niet meer leverbaar. Nou, het artikel zoals toen bestaat ook niet meer. Maar inmiddels zijn er wel, laten we het even noemen, kopie of variaties van op de markt. Nou, wat zou je hiermee kunnen doen? Je zou een kind kunnen uitnodigen. En je hebt misschien een kist waar je een konijn in laat verschijnen. Of je doet het voor de grap. Je zet het kind voor je neer met het gezicht naar het publiek en zegt... Wij gaan samen proberen om een konijn te goochelen. Lijkt je dat een leuk idee? Tuurlijk. Goed, maar om een konijn te kunnen goochelen, moet je wel goochelaar zijn. En wat heb je dan nodig? Een, hoppa, goochelstok, geef je aan het kind. En een mooie hoed. Dan zeg je, draai je even naar het publiek. Zetten we jou die hoed op. En stiekem draai je die hoed binnenste buiten en zet je hem op het hoofd van het kind. Oren kun je naar buigen als je wil, een model. Het kind staat in de veronderstelling... Dat het een hoed op heeft, maar staat met een konijn op. Wat er voor het nodige plezier zorgt in het publiek. Nou, de rest kun je zelf bij bedenken. Hilariteit alom. Dus dit is één manier om het te gebruiken. Je kunt natuurlijk zelf fantaseren wat er nog meer mee kan. Maar dit is in ieder geval de hoge hoed naar konijn. Wat kost hoge hoed naar konijn? Hoge hoed naar konijn kost €15. Is dit moeilijk? Nee. Binnenste buiten draaien en je bent klaar. Het past op kinderhoofdjes zeker. Op sommige volwassen hoofden ook. Het is een stretchachtig materiaal. Ook goed naar konijn. Een tweede item, wat ook erg leuk is. Dit is namelijk het Hide and Seek House van Tommy James. Check even onze website voor meer Tommy James producten. Kan in makkelijk via fabrikanten. Fout zich een hele ballen kopen, misschien heb je het nooit gezien. En als je daar klikt op Tommy James, krijg je al zijn materialen te zien. Allemaal van goede kwaliteit, professioneel gemaakt. En als je zijn video's bekijkt, want hij heeft overal een demo video bij. Zeer grappig en ja, je ziet dat hij echt een kinderentertainer is, veel ervaring heeft. Ook dit effect kun je een video bekijken, raad ik je aan om even te doen. Want ik laat het nu een beetje algemeen zien. Hoe hij het aanpakt voor een groep kinderen. Nou, waar gaat het over? Nou, dit is mijn huis. Hier woon ik met mijn familie. En ik heb een hele knappe moeder. Echt super knap. Heel mooi. Is heel lief. Willen jullie ze zien? Ja, ik zal laten zien. Kijk. Dit is mijn moeder. Dit is mijn moeder, zie je? Dit is mijn moeder, echt, ja. Ik heb ook een vader. Een hele stoere vader. Heel stoer uiterlijk ook. Ruig, weet je wel. Zo'n beetje zo'n motortype. Wil je zien? Kijk eens deze. Oké. Ik heb een broertje ook, zie je? Een broertje. En behalve dat broertje heb ik nog een broertje. Ze lijken ook op elkaar. Dat is een tweelingbroer namelijk. Bart en Ruud, tweelingbroer, kijk. En ik heb een zusje. En mijn zusje heet Wendy, zie. Dat is Wendy. En Wendy, echt waar, als wij verstoppertje spelen met z'n allen, dat is echt heel erg, kan niemand er vinden. En meestal komt ze uiteindelijk terecht, dan gaan we zoeken wat, kunnen we zoeken wat we willen. Buiten, achter de bomen, in het klimrek, een speelhuisje en alles. Maar meestal zit ze gewoon op haar slaapkamer. Zijn wij uren aan het zoeken, kunnen we dat niet vinden. Nou, ik zal je laten zien hoe moeilijk het is om mijn zusje te vinden. Kijk, mijn zusje die verstopt zich bijvoorbeeld tussen mijn broertjes. Nou, mogen jullie raden waar mijn zus is? Tussen de broertjes. Ja, dat twijfel ik natuurlijk ook. Oké. We maken het even moeilijker. Waar is mijn zusje? Tussen de broertjes. Ja, dat is ook overduidelijk natuurlijk. Maak het een beetje moeilijker. Let op. Twee kaarten. Waar is mijn zusje? Waar is mijn zusje? Waar is mijn zusje? Hier? Ja, dat denken wij dus ook altijd. En wat blijkt, dat zijn dan... Mijn broertjes. En dan zijn we ons zusje helemaal kwijt. Zoeken we alles af, maar we kunnen ons zusje nergens vinden. Dat is heel vervelend en heel raar ook. En plotseling blijkt wel dat ze zit in het huis, zie. En dan kunnen we natuurlijk heel lang zoeken, maar dat hadden we zo nooit gevonden. En komt ze dus terug in het
huis. Nou, dit is even een hele snelle vertoning zonder heel veel verhalen bij gemaakt. Ik heb het zelf ook nog niet gebruikt. Ik heb er geen ervaring mee. Maar even om je een idee te geven van de eenvoudige routine. Hide and Seek House. Van Tommy James kost €59. Helemaal compleet met alles wat je nodig hebt. Inclusief een instructie DVD. Dan. EVP. EVP bestelde ik voor een klant. Die had dat gevraagd of ik eraan kan komen. Ik had verder me niet in verdiept wat het was. Toen ik hem binnenkreeg, denk ik, goh, dat is een mooie doos. Laat ik eens even kijken wat het effect is. Ik het even opengemaakt. Kon niks aan herkennen. Toen heb ik de demo video bekeken en ook even de uitleg. En toen dacht ik, dit is echt heel cool. Ik heb er meerdere besteld. Die kwamen vorige week binnen. Vorige week vrijdag. En nagenoeg de hele voorraad was er die hele middag al door. Enkel door het te laten zien. En dan heb ik niet over de vertoning, maar om te laten zien wat het was. Aan een paar vaste klanten, die namen er zo ook eentje mee. Alleen deze is even overgebleven. Nieuwe voorraad, overigens, als je deze video bekijkt, is ook al binnen. Nou, ik ga je uitleggen wat het is. Ik kan hem niet demonstreren nog. Het is leuker om dat te zien op de demo video. Ik zal zo meteen een stukje van de video laten zien, die je op de site ook vindt. Dit is echt heel cool. Wat kun je hiermee? Met deze set, waarin je wat hulpmiddelen vindt. Ik kan het heel vlug laten zien, maar je hebt er niet heel veel aan. Kun je het volgende. Je hebt een paar toeschouwers bij je staan. En je vraagt aan je toeschouwers. Geloven jullie in bijvoorbeeld in het paranormale of in spoken of in geesten. Dat die hier in de ruimte waar wij nu zijn, dat ze rondhangen. Ik moest even knippen, omdat er iemand aan de deur stond. We gaan even verder. Het idee van EVP. Je vertelt over het waarnemen van spoken, geesten. En dat je dat kunt vastleggen. Dat kan op film, dat kan op met geluid. Jij gaat laten zien dat het met geluid kan. Je leent een telefoon van een toeschouwer. Nou, dit is even een eigen telefoon met een mapje. Leent een telefoon en vraagt aan de toeschouwer. Zou jij hem even op de geluidsrecorder willen zetten? De toeschouwer zet zelf op zijn eigen telefoon de geluidsrecorder aan. De telefoon leg je op je hand. Gewoon openlijk op je hand. Kan ook met korte mouwen als je wil overigens. En je vraagt aan de toeschouwer of ze vragen willen stellen. Bijvoorbeeld, is er iemand hier die we niet kunnen zien? Nou, de toeschouwer stelt zelf die vraag of jij stelt hem naar keuze. Niks te horen verder. Je zegt, oké, als je toevallig hier bent, want dat weet je natuurlijk niet. Voor wie ben je hier? Nieuw niks te horen. Dan zou je kunnen zeggen, moeten we nog... Nog ergens op letten of moeten we nog iets weten? Weer niks. Nou, je zet hem stop, geeft het terug aan de toeschouwer. En vraagt de toeschouwer, nou, ik heb niks gehoord, jullie ook niet. Maar we gaan kijken of misschien je telefoon wel eens heeft vastgelegd. De toeschouwer drukt op play. En hoort uiteraard de vragen en het gesprek wat je net gehad hebt. Maar tussen die vragen komen antwoorden. En echt op een creepy manier. Hele gave dingen. Mensen zullen het op een rennen zetten. Mensen zullen gaan schreeuwen. Het is echt heel cool. Ik ga niet het geheim uitleggen, maar kan er wel bij vertellen dat je zelf bepaalt welke vragen er gesteld kunnen worden. Welke antwoorden er volgen. Moet je wel van tevoren even beslissen. Je kunt zelf de stemmen bepalen. De soort stemmen. En als je de gimmick in principe bij je draagt, ben je eigenlijk altijd klaar. Moet ik erbij zeggen, voor deze truc heb je zelf ook je eigen telefoon nodig. Die heb je overigens gewoon in je zak, hoef je verder niks mee te doen. Heb je wel nodig, dus je hebt je eigen telefoon nodig. En de smartphone, belangrijk, van een toeschouwer, want hij moet een geluidsrecorder hebben. En dan ben je eigenlijk klaar. Je hebt geen kabeltjes die je stiekem moet aansluiten, de telefoon is gewoon op je hand. Geen wifi nodig, geen bluetooth, helemaal niks. Ik vind het vet cool. Eén set is in ieder geval voor mezelf. Want ik weet zeker als ik dit ergens ga doen, dat mensen... Echt, gaan we uit hun dak. Do you mind if I use your phone? I'm just gonna hit the record and we'll see what happens. Is there anyone here? Yes. That was you, right? EVP gives you paranormal powers, the ability to talk to spirits using any borrowed smartphone. Thank you.
Can you give us a sign if you're here? What? I heard that. I heard it for sure. You approach a spectator and you ask for their cell phone. Have you ever heard of EVP? No? Can I use your cell phone? So right now we're recording and we're gonna ask a couple questions. Are you here? Are you here? Yes. Are you here? Please, leave now. It was answering his questions. Oh, hell. Oh my goodness. You ask questions, and they don't hear anything until you stop recording and press play. Who are you trying to get in touch with? What the f-? Oh my god! No, it says yes. Behind you. Dude, it was freaky, and I need to go. Literally, I'm shaking right now. Are you a believer? Dus als je iets gaafs wil, echt EVP is een aanrader. EVP, net hoe je het noemt. Van Alan Robinson. Prijs 119,95. Dan een ander nieuw dingetje. Al jaren verkoopt het effect wauw. Na de hand kwamen daar kopieën op de markt. Mensen bleven me vragen om de kopieën en goed, hebben we toch toegegeven. Nou, nu is er weer iets anders op de markt en het is eigenlijk een variatie op de truc WOW of de truc Visual Card Change. Ik zal het laten zien. Stel voor, je neemt een spelkaarten. Zo, een toeschouwer neemt er ergens een kaart uit. We hebben een ruiter 3. Op de ruiter 3 wordt gezet de naam van de toeschouwer. Ik zet er even op naam TS, oftewel naam toeschouwer. De kaart gaat terug ergens in het spel. Deze manier. Zo. Het spel ga je nog door elkaar schudden. Zo. Zo. Het is wat je er zelf allemaal wil. En of je het gelooft of niet, die kaart springt bovenop het spel. Die springt namelijk helemaal bovenop het spel. En om het te bewijzen zet ik hem hierin. Kan ik hem ook niet meer stiekem verwisselen. In het framepje. Zo. Ik kom die kant op even. Kun je het ook duidelijk zien. Kijk. De kaart zit in het framepje. En aan de top, het is de gekozen kaart. Namelijk de harte 8. Oké. Okay. Maar naar mijn idee was het natuurlijk echt een andere kaart. Geen harte 8. Maar het leuke is, let op. Ik zal een beetje meespieken dat ik het goed laat zien. Die harte 8 verandert namelijk, zie je langzaam, in de ruiter 5. Nou, in dit geval is dit ook niet de gekozen kaart. Dus het is eigenlijk niet helemaal correct, maar dat maakt niet uit. We gaan even door, let op. Maar vervolgens verandert hij in de ruiter 3. Met daarop naam TS. En dan kun je de kaart er uiteraard uithalen. Dit is de Ultimate Card Changer. Is het moeilijker dan de originele? Wow, Official Card Change? Nee, het is zelfs makkelijker. De gimmick zit permanent bevestigd in het frame, zonder iets verder te verklappen. Kost €25. Je krijgt het frame en toegang tot een Nederlandstalige online video waarop je leert hoe dit werkt en hoe je ermee om kunt gaan. De Matrix Pad. Ik laat hierboven ondertussen even een filmpje zien. Wat is het effect? Je hebt een boekje, een notepad. 3M en zelfklevende blaadjes. Je zet in elk hoekje zet je een stipje met je stift. Je schuift met je vingers alle stipjes naar één hoek, scheurt het blaadje af en geeft het in handen. Is het moeilijk? Nee. Je hebt een aantal gimmicks erbij zitten. Die zijn wel klein, dus de kans op kwijtraken is aanwezig. Maar je hebt er wel, zitten ook reserve gimmicks bij. Er zit genoeg materiaal bij voor een heleboel vertoningen. En navullingen kun je overal krijgen. Het zijn gewoon notitieblokjes. Er zit een DVD bij met instructies. Dus de Matrix Pad, visueel effect, leuk, met bekende voorwerpen. Een blokje kent iedereen, een stift kent iedereen. En het feit dat je het blaadje uit handen kunt geven, is altijd zeer indrukwekkend. Matrix Pad kost €45. Een ander cool effect is niet nieuw, maar we hebben ze net weer terug op voorraad. Espionage van Charlie Fry. Espionage. Wat krijg je?
Je krijgt een mapje voor de kaart op de bergen. En je krijgt twee sets ESP-kaarten. Het zijn twee dezelfde sets. Verder niks bijzonders. Je vraagt aan de toeschouwer om een kaart uit zijn stapel in gedachten te nemen. Enkele gedachten te nemen, niks te zeggen. Jij zegt, oké, ik maak een voorspelling. Ik denk dat jij zo meteen deze kaart gaat kiezen. Toeschouwer pakt de kaart. Hij zegt, als ik gedachten kon lezen, zouden deze twee kaarten hetzelfde moeten zijn, toch? Ja. Welke kaart had jij gekozen? De toeschouwer had de ster. En jij hebt de ster. Uiteraard zit ik er nu alleen, maar normaal doet een toeschouwer dit. Nou, hetzelfde verhaal kan ook anders. Stel voor, ik maak een voorspelling. Die leg ik hier neer. Toeschouwer mag zijn kaart neerleggen. Ik pak even een kaartje van hieruit. Zo, goed idee. En zeg ik, denk aan een tweede kaart. Dan denk ik dat hij denkt aan deze kaart. Dat hoop ik tenminste. Toeschouwer pakt de kaart. Mag niet uit welke. Ik laat jullie zien. Zo. Oké, denk aan een derde kaart. Heb je een derde kaart in gedachten? Oké, hij heeft een derde kaart in gedachten. Ik denk dat jij denkt aan deze kaart. Toeschouwer pakt de kaart. Legt hem hier neer. Nou, toeschouwer heeft nu nog twee kaarten over. Zegt tegen de toeschouwer, als ik echt gedachten kan lezen, betekent dat dat de kaarten die we overal hebben nu hetzelfde moeten zijn. Ik heb in mijn linkerhand een cirkel en in mijn rechterhand golfjes. Die laat ik even zien. Wat heb jij in diezelfde hand? Ook een cirkel en golfjes. Dus deze kaarten match, zie. Dan wordt het nog grappiger, want je pakt jouw stapel. Bovenop jouw stapel ligt de ster. En bovenop de stapel toeschouwer ligt ook de ster. Als tweede kaart ligt het vierkant en als tweede kaart ligt ook het vierkant. Als laatste ligt de plus en als laatste bij toeschouwer ook de plus. Nou, dit is echt makkelijk te doen, heel indrukwekkend. Je kunt het blijven herhalen. Zeer coole routine en kost maar 15 euro. Voor 15 euro krijg je de speciale kaarten en een video-instructie. En spionage. Absoluut een aanrader, bij je dragen en altijd iets heel cools laten zien. We moeten flink wat knippen. De telefoon blijft gaan. Mensen komen aan de deur. Dus af en toe zie je hem even bewegen. Komt er dat we moeten knippen. A Single Needle van Wayne Houchin. Ja, Wayne liet het al zien in zijn laatste lezing die hij hier deed. Ik denk 2 jaar geleden. What's the fact? Had een, volgens mij een appel met allemaal naalden erin. Pakte 1 naald. Legde die naald in zijn mond. Liet zijn mond ook leeg zien. Slikte en liet zijn mond leeg zien. Pakte daarna een draadje. Het draadje ging ook in de mond. Het stukje bleef eruit hangen. Toeschouwer zelf mag het uiteinde vasthouden en eraan trekken. En dan kwam de naald aan het draad geregen uit de mond. Nou, dat is A Single Needle van Wayne Houchin. Opnieuw wil je iets... luguber is een groot woord, maar wil je iets gaafs vertonen. Ik bedoel, een naald in je mond is voor mensen toch wel eng. Laat staan dat je het doorslikt. Is voor mensen absoluut een gaaf effect. En dat maakte ook heel veel indruk op de goochelaars die toen aanwezig waren. Dus als je dat wil leren, is dit de DVD. A Single Needle van Wayne Houchin. Prijs 35 euro. Van diezelfde Wayne Houchin hebben we ook het effect Counterfeit. Counterfeit verkopen we al jaren. Hij heeft dit effect al jaren geleden ontwikkeld, maar steeds nog aan blijven werken. En tussendoor maakte hij zelf een kleine oplages van het Counterfeit Hollingwood, zoals hij het noemde. En het is ditzelfde effect uiteindelijk. Ik laat hierboven even het filmpje zien, dan zie je wat er gebeurt. Je neemt de kaart, scheurt hem in vieren en herstelt hem stukje voor stukje en geeft hem volledig gerepareerd terug aan de toeschouwer uit handen. Nou, dit is de definitieve versie, zeg maar de uiteindelijke versie, zoals hij nu geworden is na al die jaren verbeteringen. Uitgegeven door Illusionist is dit Counterfeit. Je krijgt de DVD, meer heb je in principe niet nodig, de rest heb je allemaal zelf, gewoon speelkaart en een stift. En eventueel een aansteker om te verwarmen, zodat het goed herstelt. Kost 32,50 euro. Dan heb je nog Multitude. Multitude is ook een gaaf iets. Ik heb de DVD even bekeken. Ik kan het nu niet laten zien. Dat was net te veel van het goede. Wat je krijgt is de DVD met een speciaal gimmickspel. Dat gimmickspel neem je uit de verpakking, uiteraard. En je neemt er een normaal bicyclespel bij in dezelfde kleur. Dat ga je met elkaar mixen. En dat vormt dan 2 gimmickspellen. Nou, 2 nagenoeg dezelfde spellen.
Eentje die je gaat gebruiken en eentje die je terugstopt in je doosje. Voor als je eerste versleten is, pak je de tweede. Dus je krijgt eigenlijk twee spellen voor de prijs van één. Met dat spel heb je de volledige controle over kaarten. En over kaartparen ook, zeg maar. Je kunt het spel schudden. En toch heb jij volledige controle over het spel. Dus je kunt een geschud spel bijvoorbeeld verdelen. Geblinddoekt in harde ruiten, schoppen, klaperen. Allemaal hele coole andere effectjes kun je ermee doen. Check even de videodemo van Multitude om te zien wat er allemaal mogelijk is. Het is een zeer eenvoudig principe, maar juist daarom heel sterk. Het spel mag eventueel onderzocht worden door de toeschouwers. Geen ruw glad. Alle kaarten komen in het spel voor. En het is een bicycle uitvoering. Multitude kost €49 en is verkrijgbaar in rood of blauw. En dat heeft dan te maken met de rugzijde van de kaarten. Dan als allerlaatste check ik even mijn lijstje zoals ik dat altijd check. Ja, Gonzo had ik graag willen laten zien, maar Gonzo is op, uitverkocht. En even vanuit Amerika ook niet leverbaar. Ik neem aan dat we wel weer nieuwe voorraad krijgen, maar momenteel is hij er even niet. Zodra hij weer is, zal ik er even ook bespreken, de Gonzo. Maar voor nu, helaas, niet mogelijk. Ja, hele goeie. Aanstaande zondag is het juniorenconcours van de Nederlandse Magische Unie in Meppel. Je kunt meer informatie hierover vinden op de website van de NMU, www.denmu.nl. Daar zie je bij de agenda staan het juniorenconcours. Het zijn eigenlijk de Nederlandse kampioenschappen voor de jeugd, zo kun je het eigenlijk zeggen. Ik sta zelf met een grote stand op te verkopen, dus als je zegt, ik vind het leuk om daar naartoe te gaan. Er is ook een lunch bij, zoals ik heb begrepen. Je kunt daar de hele dag aanwezig zijn, al wedstrijden bekijken. Je kunt spulletjes kopen als je wil. Je ontmoet andere goochelaars. En dat is te doen in Studio Gala in Meppel. Nogmaals, check de site van de NMU voor alle info. Misschien zie ik je daar zondag. Dan hebben we op onze kalender staan op 11 mei een lezing van Cyril Harvey uit Frankrijk. Cyril is een zeer getalenteerd goochelaar die in de loop der jaren al heel veel dingen heeft bedacht ook. Hij staat bekend op zijn manipulatieve trucs, ook zijn manipulatie met jumbo-kaarten bijvoorbeeld. Maar hij heeft ook heel veel andere creatieve ideeën. En die gaat hij allemaal laten zien op 11 mei in onze winkel. Er zijn nog genoeg kaartjes vrij, dus genoeg plaatsen vrij, kaartjes beschikbaar. Wil je erbij zijn, reserveer een plekje en jij zit hier op 2 meter van mij vandaan de volgende keer met de lezing. Zou leuk zijn als je erbij was. Dan hebben we 2 juni hebben we de volgende. En belangrijk, hou hem vrij, zaterdag 3 oktober. Zaterdag 3 oktober, volgende editie van Dynamite Day. Het programma is bijna rond, een klein stukje na. En ik wil het pas publiceren als alles definitief is. Maar ik kan je vertellen dat het een interessante editie gaat worden. Van 9 uur 's morgens tot 10:30 's avonds, één en al magic. Een grote verkoopstand, lezingen, zoals het er nu uitziet, een drietal lezingen. Van 4 goochelaars in duolezing. We hebben in de avond uiteraard, na de wedstrijden die ook allemaal zijn, een galashow. Dat betekent een grote magic show met illusies, met alles wat je kunt voorstellen. Wil jij meedoen overigens aan de wedstrijden? Er zijn nog plekken vrij, want de inschrijving is officieel nog niet gestart. Stuur een mail, een act van maximaal 10 minuten. Zijn er verder eisen aan verbonden? Nee. Kost het wat om mee te doen? Nee. Het enige wat je vraagt is dat je gewoon een kaartje koopt voor Dynamite Day. En je mag meedoen aan de wedstrijd. Maar geef je wel even op via onze website of even via een mailtje. Heb je de speciale site al bekeken van Dynamite Day? Dan kun je daar, heb je gezien dat daar meer informatie op staat. Niet over de artiesten, maar wel over de indeling van de dag. Overigens is dat de website www.dynamiteday.nl. Dat was een hoop informatie. Zodra meer informatie bekend is, nou, zodra het programma rond is, zetten we alles op de site, namen van de artiesten, namen van de lezinggevers. En dan kun je ook kaartjes reserveren. Prijs is nu nog even niet bekend. Dat komt allemaal, ik hoop echt binnen een week, maximaal 2 weken, dat het helemaal rond is. Maar hou de datum vast vrij. Ik zeg het nog 1 keer. Zaterdag 3 oktober 2015. 5e editie van de Dynamite Day. Ik ga jullie verlaten. Ik ga een hapje eten. Tot de volgende keer. Ahoy.